Het is beangstigend, onduidelijk. Verticals worden enorm belangrijk. Het is vet en het is nieuw. Ik heb het natuurlijk over hoe jullie met z'n allen de Google I.O.-aankondigingen van afgelopen week hebben benoemd. En dan met name de Search Generative Experience. Um, vandaag gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over Google I.O. Maar dan even net op een andere manier. Zoals je van alle andere blogposts gewend bent, waarbij iedereen het lijstje opnoemt van de features. Ik ga het hebben over hoe Jarrell Arkes hier daaraan kijkt. Hoe Roy Huiskes het benoemt. Hoe Simon Vreeman zijn inzichten deelt. John van Grinkel, Rick van Haasteren. En natuurlijk Chantal Smink. Dus welkom bij de allereerste Monday Deep Dive. Over, in dit geval, de Generative Search Experience. Let's get into it. Want daar zit Palm 2 achter. En Palm 2 is eigenlijk het nieuwe model. Eh, van het nieuwe Large Language model van Google. Nou, om heel kort te zijn. Tijd geleden hadden ze Bert. Toen kregen ze MAM, die was al duizend keer beter dan Bert. En daar zaten 11 miljard parameters in. Nu hebben we uh, dus Palm 2. En Palm 1, die was getraind op 540 miljard parameters. Dus dat was alweer een stukje beter dan die 11 miljard van MAM. Wat destijds natuurlijk al uh, enorm innoverend was. Google is, heeft ook al aangekondigd dat ze bezig zijn met Project Gemini. Dat is dan weer de opvolger van Palm 2. Of ze die dan vervolgens uiteindelijk Palm 3 noemen, weet ik niet. Maar dat is nu de, de werknaam. En dat is natuurlijk een beetje te vergelijken met eh, GPT 5. En eh, die moet natuurlijk weer met elkaar gaan concurreren. Dus eigenlijk wat Google daarmee aangeeft is van ja, we weten dat OpenAI met GPT 5 bezig is. Maar wij weten dat wij ook bezig zijn met onze vette opvolger. Waar we nu nog niet veel over kunnen vertellen. Maar die natuurlijk thuis eh, keer beter gaat zijn dan wat we nu hebben. Um, Waarom is uh, Palm 2 zo goed? Uh, nou, Palm 2 is ook een beetje het gener gen generieke model wat Google heeft. Maar ze hebben daar ook um, weer variaties op gemaakt. Een beetje zoals de Bloomberg GPT, die, die door Bloomberg getraind is. Die helemaal specifiek is gericht op uh, financials. Wat Google heeft gedaan, die heeft gelijk um, SecPalm, dus uh, Security Palm, geïntroduceerd. En ze hebben ook al um, uh, MetPalm. En MetPalm. Is voor de medische wereld. Nou, waarom doen ze dat? Nou, dat is zodat de antwoorden die gegenereerd worden beter toegespitst zijn op die markten. En daar zit waarschijnlijk de toekomst ook wel in van dit soort modellen. Echt heel veel groter gaan eh, schijnt al een beetje op te zijn. Dat wordt ook wel door de oprichter van eh, OpenAI gezegd. OpenAI heeft natuurlijk alleen maar een generiek model op het moment. Um, nou ja, en ze hebben natuurlijk een codex, welke ook al heel erg goed is in het coderen. Maar goed, dat kan dus ook via Palm 2 ik kan me heel goed voorstellen dat Google uh, straks ook een versie heeft die code palm heet, of zoiets. Waardoor uh, coderen het specialisme is van dat, van die versie van het model en daar net even wat beter op getraind is. Uh, en dat komt natuurlijk allemaal uit uh, die combinatie van het DeepMind team, van het Google DeepMind team uh, met het andere team wat ze uh, het Brain team, wat ze gemerged hebben, waardoor, nu, waardoor ze nu al hun slimme mensen die hier om dit onderwerp van alles weten, samengevoegd zijn. Um, ja, en daar noemen ze dus ook hun Next Model Gemini, waar dus nu hard aan gewerkt wordt. Dan palm 2 ga je vanaf nu overal horen, dat is hun Light Language Model, wat, de, ja, wat hun marketing gaat zijn. En dat zit in Workspaces, dat zit in uh, Bard, dat zit in dus die twee Met en, palm, uh, met en sec Palm. Uh, en dat zit in Duet, wat ik eerder al noemde: uh, een Google Drive-integrator uh, waar je straks mee kan gaan chatten uh, met al je documenten in Google Drive. En het zit ook al in, nou, hoeveel producten zijn dit er een stuk of zeven? Het zit ook al in 20 andere producten, want, of 18 andere producten, want ze hebben er al 25 producten voorzien van support van Palm 2, schijnt. En een van die producten is natuurlijk. BART. Nou, BART ga ik het niet heel veel over hebben. Um, het enige waar ik het graag even over wil hebben met BART is dat het dus is aangekondigd in 180 landen, maar niet in Europa. Let that sink in. Because we're screwing ourselves. Um, met de wetgeving. En ik denk dat uh, het feit dat Italië ChatGPT uh, heeft geban, dat Spanje daar druk naar op onderzoek is, dat er een EU AI Act aan zit te komen. Deze grote bedrijven, die moeten miljoenen. Miljarden betalen aan boetes als ze zich niet goed inlezen in de regels. En die regels die zijn soms wel echt heel erg gedetailleerd. Um, en deze wereld, zoals jullie inmiddels weten, dankzij de Monday onder andere, gaat zo snel, er verandert elke week zo ontzettend veel, dat de wetgeving kan dat niet bijbenen. Dus wat doen die bedrijven? Nou ja, dan Europa maar niet. Nou ja, en. Dan kunnen wij onze wetgeving wel supersterk maken en beschermend maken. Maar ja, dan lopen we straks wel heel ver achter in de wereld van AI als dat zo doorgaat. Dus dat is wel een dingetje. Ik vind het hartstikke goed hoor dat, de, dat Europa en, eh, en Nederland en eh, dat we met z'n allen stilstaan bij de ethische gevolgen van AI. Maar ja, ik, ik vind ook niet dat het ons moet, acht, moet weerhouden om te kunnen concurreren met de, Amerika met de Amerikaanse partijen. Ja, want waar zijn de Europese modellen bijvoorbeeld. Hè? Getraind op al onze uh, voorkeuren. En niet op, uh, ook, al, ook al zeggen ze natuurlijk wel vanuit Google en uh, OpenAI dat het is zoveel op zoveel data getraind dat we met z'n allen daaraan bijdragen. Maar ja, ik heb page titles geprobeerd te maken in het Vins. Nou, dat lukt niet hoor. Die zien er niet uit. Daar is het model gewoon niet goed voor gemaakt, niet, niet goed genoeg op getraind. Um, anyways, ik dwaal af. Um, Introducing coding upgrades en export features. Ja, dat is natuurlijk wel een hele vette die ze mee hebben genomen. In part dat je dus zo meteen. En dat zie je ook al wel een beetje in de generative search, in de search generative experience. Dat is nog zo'n ding. Google, waarom moet dat niet? Kan dat niet gewoon een generative search experience heet? En Dat klinkt voor, in mijn optiek toch beter dan search generative experience. Maar goed, um, de integratie van hun product, Google producten, in de antwoorden die gegenereerd worden door um, Palp 2. Ja, dat is best wel vet. Waardoor je dus binnen de -omgeving, dus in twee klikken de data kan exporteren naar Google Sheets. Ook een beetje niet heel veel genoemd, maar wel aanwezig integratie is de integratie van Adobe Firefly. Google heeft zoveel modellen. Ze kunnen muziek genereren op basis van Palm 2. Ze kunnen um, code genereren. Ze kunnen antwoorden geven op zoekvragen. Maar kunnen ze dan niet zo goed images genereren? En ze kunnen images ombouwen naar tekst, et cetera. Maar andersom kunnen ze dus niet zo goed. Zo slecht blijkbaar dat ze daarvoor met Adobe gaan samenwerken. Of het heeft gewoon echt geen focus voor ze. En ze hebben het wel nodig als feature, omdat Microsoft dat ook doet. En dus maar met een eh, partner samenwerken. En dan, als je er eigenlijk over nadenkt, zo 1, 2, 3, is het ook wel vrij logisch. Want blijkbaar. Google die wil natuurlijk alle informatie in de hele wereld gaan indexeren en beschikbaar maken en de juiste antwoorden teruggeven. En in principe past Image Generation en Video Generation daar niet in. Maar dan zou je ook stellen dat. ...music generation daar niet in past. Dus een beetje gekke... ...een beetje out of the... ...trend, zeg maar, deze. Die niet, past niet helemaal bij het totaalplaatje... ...van wat je dus ziet, waar Google dus heel erg druk mee bezig is. Um, maar dat geeft niet. Het is natuurlijk wel super vet voor Adobe... ...dat dit... Uh, ...dat dit nu zo in geïntegreerd is en voor hun merk. Ik had het net al over de, de EU... ...en BART en uh, generative AI... ...en uh, nou ja dat wij daardoor dus nu wel wat dingetjes gaan missen. En dat komt allemaal wel in orde, maar we zijn wel straks uh, later uh, van de partij. Er is hier, dit is echt een fucking goede artikel over uh, Google IO in general, maar dus ook een beetje afdwalend richting de impact van de, van de, de EU-wetgeving. We, uh, die uh, lang is, maar die ik wel zeker aanraad om door te lezen. En hij, want hij, wat hij hier allemaal uitwerkt. En ik, ik kwam hem echt pas uh, vandaag tegen. Maar wat hij hier uitwerkt is um, eigenlijk hoe Google zichzelf heeft teruggevochten in deze wereld. Waar ze eigenlijk in het afgelopen half jaar toch echt wel aan het verliezen waren. En compleet met 5-0 achter stonden. Um, dat hij heeft andere punten gepakt uit de Google IO-presentaties. Waar gewoon heel duidelijk naar voren komt dat uh, Google inderdaad hier al heel erg een evolutie in heeft. Uh, die Um, ...ja, gewoon ook echt in het pad past waar zij al jaren geleden mee begonnen zijn. En dat zie je hier nu ook op het scherm vanuit Smart Reply, Smart Compose en Help Me Write... Um, ...binnen Gmail, waarbij, hè, waarbij je eigenlijk, ja, waarbij de dus generative AI het steeds meer overneemt. Zelfde in de foto's. Um, maar wat natuurlijk ook wel waar is en wat we natuurlijk met z'n allen wel hadden kunnen uh, uh, voorspellen... Dat, dat Google die was de uitvinder van de Transformer He, Google maakt dit allemaal al mogelijk sinds 2017. Als Google die Transformers niet had uitgevonden, dan hadden we geen ChatGPT gehad, want de T staat immers voor Transformers. Dan, als Google dit eventjes om weet te bouwen naar een goed consumentenproduct en goed weet te integreren in hun uh, applicaties, dan hebben ze natuurlijk al. Um, Heel veel tools waar ze meer dan 500, 15 tools blijkbaar waar ze meer dan 500 gebruikers in hebben: Gmail, kalender, YouTube, Chat, Foto's, Chrome, Maps, Drive, dat soort producten. Um, maar ze hebben natuurlijk ook nog zes producten, of in zes daarvan eh, specifieke producten waar ze gewoon 2 miljard gebruikers hebben. Hè, als je die bij elkaar optelt: Google, Gmail, Android, Chrome, YouTube en Google Apps Store. Op het moment dat Google daar de generative AI in gaat integreren... dan is natuurlijk heel open AI en heel Bing is niet meer interessant. Het um, is wel interessant als challenger... maar waarom zou ik dan nog overstappen naar een Bing als Google dit... Ik zit toch al zo ver in het Google-ecosysteem. En hier geeft hij ook wel een heel mooi um, voorbeeld... van het verschil tussen een Kodak en een, waarschijnlijk een Google. En uh, waarom is Kodak... En Nokia, waarom zijn zij de wereld uitgevochten uitgevo als het ware? Door, 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 door incubants, door start-ups. Door partijen die heel snel konden uh, itereren. Die, die met nieuwe technologie konden werken. Omdat ze te vast zaten in hun oude technologie. En daar zit volgens, uh, volgens hem, en ik zal zo zijn naam eens eventjes noemen, uh, het grote verschil. Hey, als je een disruptive innovation hebt, dan, um, en jij kan daar niet op reageren als... Bestaande partij, doordat je bestaande businessmodellen hebt, bestaande shareholders hebt, uh, klanten die daar niet van, niet van af kunnen wijken van hoe ze al uh, bestaan, dan kun je als management niet reageren. Kortom, dan ga je in het begin misschien wel gewoon nog heel eventjes door, maar dan, 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 dan bloed je uiteindelijk dood. En dan is die uh, technologie die is dus niet sustainable. Dat zegt hij hier ook. If, in, if that is true, though, then an incumbent responding is in fact evidence that an innovation is actually not disruptive, but sustaining. AKA: de taxis zijn allemaal kapot gegaan door Uber. Dat is disruptive. He, dat hele businessmodel zoals het was, is. Taxis kunnen niet mee uh, veranderen. Maar in dit geval, vanwege alle veranderingen die er nu zijn geweest en die, die Google nu heeft aangekondigd, zegt hij dat het een sustainable is. Um, de revolutie is als het ware, omdat uh, Google mee gaat veranderen. Google die kan dit, Google die moet, moest heel even die, dat half jaar heel snel bijspijkeren, maar nu kunnen ze mee met de verandering en dan gezien hun gebruikers en hun userbase is het gewoon een kwestie van tijd voordat ze dat wat zo genoeg op orde hebben en voordat iedereen daar ook echt mee werkt en daardoor verwacht hij dat Google dus hartstikke mooi meegaat en dat dat businessmodel van Google niet kapot gaat, maar dat zij dus ...sustainable zijn in deze wereld. Nou, ik hoop dat ik het goed verwoord allemaal, maar acht fantastische, fantastische artikel daarover. Nou, en nu moeten we natuurlijk uitgebreid hebben over de um, generative search experience. Search generative experience. Jesus, Google, come on. Oké, okay, misschien moet ik dat gewoon beter gaan zeggen. Um, ik ga niet uitleggen hoe het eruit ziet, dat hebben jullie allemaal al gezien, ongetwijfeld... Wat ik wel graag wil, uh, even wil delen is met jullie is dit artikel, of artikel, dus een pdf, die Google heeft ge gereleased gelijk naar, uh, uh, naar, naar Google I.O. En dat is eigenlijk een beetje een explainer van wat is nou um, die SGE, die Search Generative Explainer. En uh, hier leggen ze ook een beetje uit waar het vandaan komt. Dat zijn onder andere mijn bronnen van, uh, van Bert, Mom, Palm 1, 2 en dan Gemini. Dat is een beetje de, de volgordelijkheid van hun modellen. Wat je met Search Generative Experience kan doen. Follow-up questions, uh, snelle dingen gedaan krijgen, uh, een hele nieuwe type vragen kunnen stellen. Dus veel lang, meer longtail vragen kunnen stellen aan Google. En daar dus netjes antwoord op te kunnen krijgen. Nou, en hier noemen ze eigenlijk ook wel voor het eerst in die hele journey de, uh, de Google Shopping Graph. En dat is de eerste keer van waarbij we eigenlijk worden verteld dat vertical experiences superbelangrijk zijn in, dit nieuw, in deze nieuwe wereld. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar wat langer bij stilstaan, wat, wat dat nou precies betekent. En dan moet ik even gauw bekijken of ik dat hierin heb zitten, of dat dat zo meteen doorgaat in de, nou ja, onder andere gesprekken. Nou, laten we hier maar doorgaan. Um, Simon Vreeman, die geeft daar een hele goede... Uh, voorbeelden ook van. En datzelfde doet eigenlijk Roy en Eduard in hun uh, chat op uh, YouTube. Zeker even deze kijken ook. Uh, leuk gesprek tussen de heren over de impact van AI op SEO. Terug naar Simon. Wat Simon eigenlijk aangeeft is... Uh, Google gaat het e-commerce, marketplace, affiliates moeilijker maken. Want zij willen dat zelf doen. En dat is vrij logisch dat Google dat zelf wil doen natuurlijk. Google die wil heel graag de koop op... Google doen, want dit is hun grootste moment om tegen Amazon te gaan vechten. Als zij dit voor elkaar kunnen krijgen, dat zij die sale veel beter kunnen orchestreren binnen het Google-platform, dan kunnen zij misschien marktaandeel op dat aspect van Amazon wegsnoepen. En Amazon is natuurlijk super groot, maar het web is groter. Dus uiteindelijk heeft Google natuurlijk net op zijn minst net zoveel. Uh, mogelijkheden om uh, producten te verkopen als zij dat allemaal kunnen aggregeren. En dit is waar uh, onder andere de, de Shopping Graph uh, belangrijk gaat worden. Merchandising, API, dus dat jij al jouw producten netjes gestructureerd hebt en aan kunt leveren bij Google, zodat zij er wat mee kunnen gaan doen op het juiste moment bij de juiste query, uh, bij een specifieke query. Ja, dat is waar het naartoe gaat. En, dat, um, en datzelfde geldt voor. Uh, Google Local, Google My Business. En daarvoor staat ook, ga, hebben ze ook echt wel een leuk stukje in de, in de podcast of eh, wat is het in de video, de uh, casual catch-up van Eduard en Roy rond de minuut 26. Hier heeft Roy het over het feit dat, uh, wat is het, had het opgeschreven: Roy is bang voor MKB'ers, um, dat die geen cool blue budgetten hebben. Dat die uh, moeite gaan krijgen om in die, 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 die Search Generative Experience terecht te gaan komen. Omdat uh, het hele um, entiteitenmodel is, opgebouwd is door partijen die dus heel veel uh, ja, uh, in de knowledge graph van Google al staan. En daar sta je gewoon minder als je een klein bedrijf bent. Je hebt gewoon niet een PR-campagnes gedraaid. Je hebt gewoon niet heel veel aandacht gehad. En wat Eduard daar eigenlijk over zegt. En dat sluit heel erg aan bij wat Simon dus illustreert. Dat is dat, dat die graphs dus heel belangrijk gaan zijn. En waar Simon het heeft over de. Uh, um, hoe noem je dat? De, de shopping graph. Heeft Eduard het over de local graph? En eigenlijk gewoon jouw Google My Business data. En ik denk als je daar nog een stapje bovenop gooit. Dat je dat alle, alle engagement die je hebt op Google My Business. Dus de reviews, et cetera. Dat gaat echt heel erg belangrijk worden. He, dus welke questions en answers worden daar gegeven? Uiteindelijk. Lijkt dit allemaal naar. Um, Give us your data. We'll do the work for you. Daar gaat het eigenlijk op neerkomen. Zo'n zo generative AI, die kan natuurlijk met, met tekst als UI een heel mooi antwoord geven. Uh, op een bepaalde vraag. En uh, waarom moeten wij daar een hele blogpost omheen verwerken? Waarom moeten wij daar heel veel informatie omheen verwerken? Ik hoop niet dat ik nou net de hele tijd achter dat beeldscherm zat. Um, ja, dat, uh, dat is eigenlijk wel heel interessant als je daarover nadenkt. Structured data, hebben we dat nog wel nodig? Want Google kan dat zelf al uit de pagina's trekken. Uh, of hebben we dat juist extra veel nodig, zodat we meer context kunnen geven aan Google, zodat het nog makkelijker wordt om in die, uh, uh, in die gender of AI antwoorden te, terug te komen? En hier zijn we dus met z'n allen in de hele markt een beetje over aan het, aan het filosoferen. En, en natuurlijk kunnen we daar met z'n allen lang over, en kort over doen. Um, we weten het nu nog niet. Dit moeten we eerst maar eens aanzien. Maar dat geeft niet, geeft niet weg dat we best wel goede ideeën hebben, vind ik zelf, over waar het heen kan gaan in deze markt. En een van de dingen die ik best wel veel terug zie komen, onder andere van René Dekker, is dat we um, toch wel de CTR omlaag zullen uh, zien gaan naar verwachting. Hè? Aan de andere kant, het is gewoon een, een uit de gewassen feature snippert. Nou, moet dat betekenen dat de totale uh, ja, uh, zoekresultaten en de zoek, het zoekgedrag van een persoon in Google weer compleet gaat veranderen? Nou, ik denk niet dat dat overnacht anders wordt. Dat gaat best wel wat tijd kosten voordat men daar helemaal aan gewend is. Het is wel nog weer een nieuwe feature in de, snip, in de search die. De aandacht wegneemt van de, de resultaten waar het voor ons SEO's vaak om draait. terecht of onterecht. En dat zijn die blauwe linkjes bijvoorbeeld. En dat zijn die klikken naar onze websites. Goed geïllustreerd in, uh, in dit antwoord van, of dit, deze post van Ethan Smith, de CEO van Graphite op LinkedIn. Die heeft, dit, die heeft hier een leuk plaatje gemaakt van oké, okay, waar zijn nou de advertenties? Wat zijn nou de Google producten? Uh, en waar zit nou echt organic nog? Um, ja, er komt gewoon een, een extra Google-product komt daar natuurlijk bij. En uh, ja, gaat dat echt afnemen van onze CTR? Of zijn heel veel mensen toch al specifiek op zoek naar een resultaat in de organic snippets? En je kan natuurlijk ook stellen: in mijn optiek, uh, is, dat, is dit ook gewoon organic? Uh, Zo'n Google-product, ja, je wil gewoon in Google Local staan. Als, jij een local, als, jij een, als dat bij jouw strategie past, dit is natuurlijk. Allemaal SEO, wat mij betreft. Images ook. Pas, daar kan je met SEO natuurlijk gewoon prima op ranken. Um, met bepaalde tactieken. Um, Cyrus Shepard. Uh, ja, die die, die vat eigenlijk alles samen. Waar wij dus net allemaal, wat ik net allemaal benoemd heb. Uh, die geeft ook heel duidelijk aan. Local results, images, video's, shopping. Dat zijn allemaal knowledge graph-achtige graph omgevingen. Um, maar hij bevestigt wel wat wij dus eigenlijk met z'n allen op de, de, de mastermind van, uh, van Jeroen ook wel, um, uh, wel zeggen. En dat is: de CTR moet haast wel omlaag gaan. Ja, dat gaan we dus zien. Hier, dit is gewoon ook echt zo wat Martijn zegt. Er blijven nog veel visies op basis van aannames, niet op basis van wat we nu al weten. Dat we weten nog eigenlijk helemaal niks. We kunnen alleen maar gokken wat er gaat gebeuren op basis van onze, onze ervaringen. En hier, dit is wel een hele sterke, dit is wel waar ik het echt mee eens ben, Martijn. Um, je kunt je dan afvragen waarom je die content nog zou schrijven als Google toch alles gaat herkouwen en dan een excuuslinkje naast zet. Um, dat is eigenlijk ook een beetje mijn antwoord op de post, die, de uitgebreide post die Jerel heeft gedaan uh, afgelopen week naar aanleiding van Google I.O. Gaat Google dan nog wel een doorgeefluik zijn naar onze websites, ja of nee? Moeten wij niet onze strategie dan gaan aanpassen? People first, story first, zero click first. En ervan uitgaan dat we uh, die klik dus niet meer krijgen naar onze website. Maar dat de kwaliteit van de content die we leveren, vooral in de B2B-wereld, dus belangrijker moet zijn. Mijn antwoord hierop, um, onder andere waar ik dus wel heel erg mee zit. En dat is wat Martijn ook aangeeft. Uh, wat Martijn Hoving dus ook aangeeft. Het is onze content. Waarom zou, zouden wij het recht geven aan Google om dat te mogen herkouwen? Ik heb daar waarde, ik heb daar moeite in gestopt. Waarom mag Google daar dan geld aan verdienen en ik niet? Leuk hoe mensen hier ook allemaal op gereageerd hebben. Zeker ook, uh, ook het waard, waard om even doorheen te lezen en, en sowieso jij dat ook gaan volgen. Um, deelt heel veel leuke content. Geeft ook wel interessante angles... Uh, zoals dat hij verwacht dat de rol van websites sowieso kleiner wordt. En uh, minder dominant in de search journey. En minder plek uh, waar je met een non-branded zoekopdracht terechtkomt. Meer een plek waar je dus. Uh, met branded op terecht moet komen. Want waarom zou Google daar een generative AI antwoord uh, gaan geven? Dat zal waarschijnlijk gewoon doorklikken. Net zoals dat wanneer je de tijd vraagt, dat daar gewoon een banner komt van: oké, okay, zo laat is het nu in uh, San Francisco. Um, nou, Chantal Sming heeft dus ook haar mening gedeeld. En wat zij aangeeft, daar zit ook wel een grote waarheid in. Google moet die sources wel goed tonen, want ze hebben toch een merknaam waar ze aan moeten denken. En daarom zijn ze daar zo op gebrand om dat toch te doen, hè, om die links mee te geven. En, dat, en datzelfde geldt voor het antwoorden ook van, van die Generative AI Experience, waarbij um, Google heel bewust heeft gekozen voor het niet meenemen van het woordje ik in het antwoord. Google heeft heel veel tijd gestopt en moeite gestopt in het tunen van het antwoord, zodat het ietsjes to the point, kort, acht, um, kort en krachtig, laat ik het zo zeggen, en less opinionated of niet eens opinionated at all. En dit, dit vind ik wel vet. Uh, this will replace writing SEO content and exchange or buy links. Als je daar überhaupt in mee wil doen. Nou, dat is wel een theorie waar je over na kan denken. Hè? Want in theorie, als je kijkt naar de huidige serp, als jij gewoon hoog wil staan en veel gevonden wil worden, dan heb jij dus ook autoriteit nodig wat daarin meewerkt. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat Google... Um, ja, die Brody Clark die had daar ook een image van gemaakt. Van, hey, hoe ziet dan de huidige SERP eruit ten opzichte van de SERP die Google in Google IO had gepresenteerd? Volgens mij heeft Eduard die ook hier gelinkt. Of laten zien. Waar is die? Hier. En dit is wel vet. Uh, eigenlijk is dus dit stuk wat automatisch gegenereerd is. Um, uh, is eigenlijk gewoon de, 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 de feature snippet. De linkjes die daaronder staan, nou, die komen daar gewoon aan de rechterkant te staan. Uh, en dan heb je natuurlijk nog de, de gewone links, de gewone SERP, die, komen, die gaan ook gewoon weer door. En um, wat wou ik daar net mee zeggen? Oh ja, dat stukje van Chantal, dat als je. Waarom zou de linkbuying dan wegvallen? Hè? Waarom zou je niet nog steeds. eigenlijk gewoon willen optimaliseren om zo hoog mogelijk in Google te komen te staan. Nou, en op het moment dat er dan een longtail-vraag wordt gesteld. Dan wordt jouw antwoord wel, of jouw pagina, jouw content, jouw informatie, die wordt wel gebruikt als source voor het generated resultaat. Eigenlijk die uitvergrootte featured, featured snippet. Wat ik wel heel erg geloof, is uh, dat eerste stukje van wat je het al aangeeft. En dat is dat je. Mm, dat en dat is zelfs naar voren gekomen al in die, uh, in die podcast met Jeroen en Joop. Terug in, uh, in december, waarbij we aangeven dat. Uh, lage kwaliteit content... wat letterlijk gegenereerd kan worden... door een large language model... dat dat niet meer waardevol is. He, dus gesponnen SEO-content... letterlijk gesponnen SEO-content... dat wordt echt minder waard. Daarvoor ga je echt niet hoog meer ranken. Dat gaat Google niet verbruik, gebruiken... om in een antwoord te verwerken... en jou dan als bron te sourcen... want dat zit toch al in hun large language model. Um, dus je, je zult wel echt unieke waarden moeten gaan creëren... om uh, overwogen te worden in zo'n als bron voor zo'n uh, gegenereerd stukje content en google moet natuurlijk wel jouw informatie van jouw pagina samenvatten als het google het niet weet en google is natuurlijk ook niet continu up to date met een large language model en ze kunnen onmogelijk op alle data in de wereld trainen um, dus ja als je nu nog heel veel content spint relatief eenvoudig dan ga je waarschijnlijk op korte termijn nog echt wel wat mee winnen want ja, Google is hier nog niet en de SERP is nog steeds de SERP en de technologie, vooral in Europa, die verandert niet zo snel. Um, maar over tijd, als dit er is, dan zit je wel, als je dan niet hoge kwaliteit content hebt, waar Google dit soort antwoorden op kan baseren. En jou in ieder geval als excuuslink kan gebruiken, als ze dit al zelf kunnen genereren. Ja, dan, uh, dan doe je het niet meer mee. Ja, en dit is ook nog wel één leuk om over na te denken. Uh, als... Google zelf al zoveel antwoorden kan geven. Waarom moeten ze dan nog het hele web gaan indexeren? Blijkbaar heeft Google ergens in een presentatie, dat, dat zit achter deze link, um, aangegeven dat 60% van het web duplicate is. Waarom moet Google dan nog alles gaan scrapen en indexeren? Al helemaal, als je dan erover nadenkt dat zo'n large language model toch zo ontzettend veel content zelf al kan genereren. Waarom zou Google dan nog überhaupt een pagina gaan scrapen, let alone indexeren, die voor de 6 miljoenste keer vertelt hoe je een ei moet koken? Maakt het wel een stuk goedkoper voor Google ook, hè? Vergeet niet dat die, dat die generative AI ontzettend duur is. Het schijnt uh, um, met 100 miljoen gebruikers, schijnt het OpenAI iets van een miljoen dollar per dag waarschijnlijk meer te kosten. Nou ja, Google, wat ik, dat zeiden we net, als Google dit overlog gaat integreren... hebben ze iets van 2,5 miljard gebruikers. Ja, dat, dat is dan wel duur, natuurlijk. Dat moet ook weer ergens bespaard worden. Google blijft natuurlijk een moneymaking machine. Nou, lang verhaal kort. We vinden het spannend met z'n allen. Dat lees ik heel duidelijk terug in de antwoorden op LinkedIn. Hier op de SEO uh, Mastermind, uh, Twitter, uh, gesprekken die we gevoerd hebben onderling... Maar ik vind het ook wel heel erg vet. Het is, weer, het is, het is toch de kant die we al lang zagen dat, op, dat Google op wilde. Nee, het is de kant waarbij wij op zoek moeten naar toch nieuwe manieren van werken. Waarbij wij kunnen uitvogelen hoe wij onderdeel worden van dit element in de SERP. Nee, het is geen nieuwe zoekmachine. Het is gewoon een nieuw element in de SERP die de bestaande informatie hergebruikt. Op een manier die we tot nu toe nog niet gezien hebben. Het lijkt erop dat we daarvoor echt moeten gaan toewerken naar weggeven van data op een gestructureerde manier. Als we dat heel goed gaan doen, hè, dus onze local listings op orde hebben, onze shopping merchant center op orde hebben voor B2B2C, um, onze My Business profielen netjes op orde hebben, onze schema netjes op orde hebben, en we geven die informatie aan Google, dan zal Google die informatie wel tot zich nemen en er wat moois van maken in dit nieuwe search generative. Experience blok op de SERP. Zou het dan ook zijn dat dit misschien wel um, het performance max moment is van SEO? Give us your data. We'll make something out of it. En daar eindig ik de Monday van vandaag mee. Ik spreek jullie. Hoi.